Lieve mensen, het doet misschien wat vreemd aan om zo vroeg in het nieuwe jaar, het kerstdiner nog maar net achter de kiezen, te beginnen met een serie lezingen uit het boek Richteren. Toch wil ik u vragen om even mee te schakelen. Want zo gek is het nou ook weer niet. Vooral niet als je het boek niet bij zijn nieuwerwetse naam noemt, Rechters, maar als je ouderwets bent zoals ik en het nog kent onder de naam Richteren. Daar klinkt het woord richting in door. En dat kan alleen maar nuttig zijn als je aan het begin van het jaar stilstaat bij de vraag: welke kant gaat dit op? Daar draait het om in Richteren. Het boek is een poging om de golfbeweging van de ups en downs van een volk te duiden. Het beschrijft een periode die heerlijk zou moeten zijn, maar die bij nader inzien juist ontzettend lastig is. Het volk van Israël is gearriveerd in het beloofde land, maar het weet nog niet goed wat het aan moet met dat land. Want het volk is eigenlijk geen volk. Het is een verzameling losse stammen. En het land is eigenlijk geen land, geen onbeschreven blad, maar de woonplaats van allerlei bestaande volken en groepen die niet zomaar inschikken en plaatsmaken. Zowel intern als extern is er dus werk aan de winkel. Het is een cruciale tijd voor het volk van God en er vallen belangrijke afwegingen te maken. Wat zijn onze goede voornemens? Welke gewoontes en gebruiken gaan we oppakken en welke laten we juist achter ons? Welke kant willen wij op? Deze weken zijn ook cruciale weken voor wie iets wil gaan begrijpen van wat er met kerst gebeurd is. Het zijn de weken van Epifanie. En in deze weken is het echt even hard werken. De geboorte van Jezus is gevierd en nu beginnen wij ons af te vragen wat voor mens hij eigenlijk is. Onze kerstverse relatie met de pasgeborene raakt in een stroomversnelling van nieuwe informatie en nieuwe indrukken, waaruit de evangelisten ons onze eigen conclusies laten trekken. Jezus wordt besneden, zoals het een zoon van Joodse ouders betaamt. Er komt hoog bezoek uit het oosten, wat juist zeer ongebruikelijk is en wat te denken geeft. Hoe belangrijk is dit kind eigenlijk? Op de drempel van de volwassenheid vindt Jezus zijn draai tussen de geleerden in de tempel en wordt er nog een facet toegevoegd aan dit veelzijdige kind. Hij is thuis in de Joodse traditie, thuis in de wijde wereld, thuis bij de eeuwige. En dan is er het verhaal van zijn doop. Eigenlijk het moment van epifanie, van verschijning. Alsof Jezus helemaal voor het eerst aan ons wordt voorgesteld. Kopje onder gaat hij. Net zoals alle andere nieuwjaarsduikers op zoek naar een nieuw begin. En als hij bovenkomt, is hij er klaar voor. Van nu af aan is hij een wegwijzer, een richter. Het boek Richteren is nou niet direct een boek voor op je nachtkastje. Tenminste, niet wanneer je rustig wilt slapen. Het is geen comfortabel boek als je niet van geweld en gruwelijkheid houdt. Een boek wat je niet weg kunt leggen is het ook niet, want het is een verzameling van korte, soms heel korte verhalen en je ziet de ontknoping vaak al aankomen. Degene die de verhalen gebundeld heeft, heeft namelijk al van tevoren een schema geschetst waaraan de verhalen zich in grote lijnen houden. En dat schema
hebben we vanmorgen als eerste lezing gehoord. Het volk van Israël vergeet wie het ook alweer is, wie God ook alweer was. Daardoor gaat het slecht met het volk. Het wordt verslagen en onderdrukt. Het volk klaagt en vraagt God om hulp. God stuurt een rechter, iemand om orde op zaken te stellen. Het volk vindt zichzelf weer terug en vindt God weer terug. En dan komt er rust in het land totdat de rechter sterft. Zo herhaalt de geschiedenis zich geregeld met de nodige variaties. Geen enorm spannende thriller. Maar wel een boeiend en levendig inkijkje in het leven van een groep mensen die zich het volk van God weten. Millennia geleden. Een groep mensen die soms als los zand aan elkaar hangt en toch een sterke onderlinge verbondenheid voelt. Een verdeeld en verbonden volk dat als een verdwaalde en verdwaasde adolescent een eigen weg aan het zoeken is. En niet helemaal zeker weet wat te doen met die lastige combinatie van vrijheid en verantwoordelijkheid, van afhankelijkheid en ambitie, van twijfel en vertrouwen. Wat er ook allemaal misgaat in de verhalen van Richteren. En als het misgaat, gaat het ook flink mis. Lees het er zelf maar eens op na. Wat er ook misgaat, de hoofdlijn is dat God erop reageert als de vader van een jong volwassene. Eén keer gooit hij bijna de handdoek in de ring en zegt hij: heb ik je nou nog niet vaak genoeg uit je eigen ellende geholpen? Ik doe het niet meer, zoek het maar uit. Maar zelfs dan geeft hij toe, zoals altijd. Want zelfs van een onverstandige, recalcitrante tiener moet je wel blijven houden als het je kind is. In Richteren zit veel vaart. Het stukje dat we vandaag hoorden wordt ons als lezers aangereikt door de schrijver als een soort vooruitblik om het hele vervolg op te eiken. En gewapend met die voorkennis duiken we vervolgens in een opeenvolging van korte verhalen. En daarin zit steeds iets waar je op blijft steken. Iets wat vragen oproept. Waar gaat het hier om? Waarom gaat het steeds net iets anders dan verwacht? En waarom gaat het steeds van kwaad tot erger? Als je Richteren voor het eerst doorleest, dan lijkt het misschien los zand. En dat is ook de bedoeling. Want dit boek gaat over hoe wij mensen in elkaar zitten. Hoe wij als samenleving met elkaar omgaan. En dat is geen fraai gepolijst plaatje. Maar een eindeloos déjà vu van steeds terugkerende problematiek en tijdelijke oplossingen. Met het juiste leiderschap is het mogelijk om de juiste grondhouding te vinden, te behouden en in de praktijk te brengen. Maar valt dat leiderschap weg, dan zakt alles al snel in elkaar. En tegelijkertijd is Richteren niet zomaar een verzameling verhalen. Er is een flinke redactieslag overheen gegaan. En zo krijgen de verhalen een theologische lading. En houden ze de lezer een spiegel voor. Ook de moderne lezer, die toch in een heel andere wereld woont. Zo'nzelfde effect hebben de verhalen over Jezus. Ze zijn zorgvuldig ontworpen om ons aan het denken te zetten. Lees je het verhaal van Jezus met het programma van Richteren in je hoofd, moet u maar eens proberen, dan vraag je je af, wat voor soort leider is dit? Hoe kan hij succesvol zijn? In Richteren geldt, een volk dat God kent plus een charismatische leider is militair en politiek succes.
En vanuit die hoek bezien is Jezus een mislukte richter, zonder succesverhaal. Wat kan een ongebruikelijk soort leider als Jezus dan wel voor ons betekenen? Wat herkennen wij van onszelf en onze samenleving in de redenen voor zijn komst en de aard van zijn optreden? Met die vragen in ons achterhoofd gaan we de tijd van Epifanie door en gaan we over niet al te lange tijd de 40 dagen tijd in. En misschien klinken die vragen wel het luidst met Pasen. Want wat voor overwinning is daar eigenlijk geboekt als het geen militaire of politieke overwinning is? De cyclus van Richteren is geen vicieuze cirkel. Hij legt weliswaar heel duidelijk bloot hoe snel en hoe ernstig het mis kan gaan in onze dysfunctionele wereld. Maar er is ook hoop en perspectief. Niet alleen omdat blijkt dat God nooit ver weg is, ook omdat mensen zelf donders goed in de gaten blijken te hebben wanneer het fout zit. En als dat zo is, dan weten ze toch zelf al de weg terug te vinden. Dan zoeken ze het niet bij hun nieuwe goden, maar bij de oude getrouwe God waarvan ze ondanks alles weten dat hij er zijn zal. Diep in de menselijke aard zit blijkbaar niet alleen de luiheid, de gemakzucht, het snel in verleiding worden gebracht en afgeleid worden, maar ook het besef van wat goed is voor een mens. De heelheid die de God van Israël belichaamt en belooft. Jezus is niet de eerste als hij bij de Jordaan komt om gedoopt te worden. Een grote groep mensen is hem al voor. Zij weten al wat goed voor hen is. Ergens snakt ieder mens naar een nieuw begin. Wil iedereen de grensrivier in, de overgang naar wat onze bestemming is. En soms is de leider die daarbij nodig is niet iemand die voorop gaat, maar iemand die mede diepte ingaat. Een leider die ten strijde trekt, voedt alleen het eigen gelijk. Een leider die zelf het water ingaat, alleen zo iemand kan een echte ommekeer teweeg brengen. Jezus neemt zijn Messiasrol op zich op een moment dat de mensen er zelf al voor openstaan. Op zo'n moment kan een leider iets uitrichten. Niet door tegen de stroom in te zwemmen, maar door samen over te steken naar een nieuwe toekomst. Zo gaat het in de Richterverhalen en zo gaat het bij Jezus. Het effect van hun optreden, van de Richters en Jezus, is niet hetzelfde en hun werkwijze ook niet. Maar het menselijke verlangen blijft hetzelfde door de eeuwen heen. Het verlangen naar iemand die een brug slaat tussen God en de mensen. Iemand die zegt, je hoeft niet vast te zitten in je verleden. Je mag opnieuw beginnen. De eeuwige is er nog, wat je ook gedaan of nagelaten hebt. Vertrouw op de eeuwige en op je eigen richtinggevoel. Je weet zelf de weg al. Amen.